Hallo iedereen, wij zijn Jana en Gabriel. We gaan vertellen over de verschillen tussen België in de oude jaar. Maar eerst is hier Cumbia Chonera. Als het laatste avond van het jaar is, dansen de mensen dit typische liedje. Het is een liedje dat van een bekende artiest is. Ah, superleuk. En is er dan een bepaalde dans op dit liedje of bepaalde danspasjes of doet iedereen zomaar iets? Nee, het is helemaal anders. Mensen doen random bewegingen. Ah ja. En is er ook op oudjaar bijvoorbeeld in Ecuador iets typisch wat jullie elk jaar doen, een echte traditie? Ja, mensen verkleren zich als vrouwen. De vrouwen noemen weduwen. De mensen dansen voor de auto's die aan het gedwachten zijn. Als vrouwen? En waarom verkleden ze zich specifiek als vrouwen? Omdat het oude jaar voorstelt de mannen. En als het jaar afgelopen is, zijn de vrouwen vier te vieren. Ah ja. En doen kinderen ook mee? Het is niet verplicht dat de kinderen zich verkleden als weduwen, maar als ze dat leuk vinden, kunnen ze dat doen. In België hebben we zo echt de traditie om op oudjaar, dus er heel veel vuurwerk en zo. Is dat in Ecuador ook of is dat anders? Ja, er is ook een traditie, maar het is niet zo opvallend als in België. We hebben een andere traditie met vuur.
Wij verbranden een popje die van karton is. De betekenis is dat de slechte momenten van het oude jaar zijn afgelopen. Dus je kan het nieuwe jaar goed beginnen. Ah ja, interessant. Het is leuk om te zien dat hetzelfde feest toch in verschillende landen op een verschillende manier gevierd wordt. Ja, zeker. Dankjewel voor het interessante gesprek. Dank u. Every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go. And if it's real, well, I don't want to know. Stop explaining, don't tell me 'cause it hurts. Don't speak, I know what you're thinking, and I don't need your reasons. Don't tell me 'cause it hurts. All memories, they can be inviting, but some are all together. Mighty frightening. Oh, as we die, both you and I, with my head in my hands, I sit and cry. Don't speak, I know what you said, so please stop explaining. I know what you're thinking, and I don't need your reasons. Don't tell me 'cause it hurts. Oh, it's all ending. I gotta stop pretending who we are. Who are we? Hallo iedereen. Het liedje zegt don't speak, maar toch zullen we praten. Hallo iedereen. We zijn allebei buitenlanders.
die naar België zijn gekomen om meer mogelijkheden te vinden. Ik heet Victor. Ik ben Doa. Ja, en op deze programma zullen we praten over onze ervaringen die we hebben in België gehad. Ja. Als je nieuw in een land en je kent niemand, dan word je ontwetend minder voorzichtig en misschien een beetje naïef. Want je voelt je eenzaam en je wil vrienden maken en vaak word je teleurgesteld. Maar vaker krijg je echte vrienden. En Victor, hoe was het bij jou? Had je wel of geen vrienden op jouw eerste dagen in België? Dan dacht er niet aan. Mijn eerste dagen in België waren heel chaotisch. Ik had geen kamer, ik had geen winterkleren. Oei. Ja, ik moest van alles doen. Had je geen mooie ervaring? Ja, ik heb zeker mooie ervaringen gehad. Ik heb me veel geamuseerd door de stad te ontdekken. Ja, en ik vind dat de mensen hier veel sympathiek en veel vriendelijk zijn. Ja, ze zijn echt heel vriendelijk. Ik herinner me de eerste keer dat ik op een verkeerde halte stopte. Ik wist niet wat ik moest doen. Maar ja, dat was in Brussel en een man die Franstalig was. Heeft gezegd alles tegen mij. En ja, het was een beetje grappig. Hij praatte in het Frans en ik praatte in het Engels. Maar iets heel moois dat hij heeft gezegd was: ik weet niet waar je vandaan komt, maar dit is België en hier is het veilig. En dat vind ik heel sympathiek. En een andere man die ik in het ziekenhuis heb ontmoet, ik was een beetje verbaasd, maar ook blij. Want hij heeft gezegd, niet iedereen in België racist is. Voor mij dat was een beetje raar, maar ik weet dat hij wilde mij beschermen tegen iets wat ik nog niet heb gemaakt. Op dat moment dacht ik, nee, bijna alles valt mee in België. Bijvoorbeeld chocolade, waffels en frietjes. Wat denk je, Victor? Ja, de chocolade in België is zeker een van de lekkerste ter wereld. Het is zeker lekkerder dan in mijn land. En ook frietjes, ja, waffels zijn allemaal zeker. Maar behalve dat, nee. Ja, behalve dat, België is niet zo anders dan mijn land. Oh, het is wel kouder, maar er zijn sommige dingen die ik raar vind. Misschien bijvoorbeeld, hier beginnen mensen met werken vroeger, later, sorry, dan in Colombia. Mensen beginnen hier om 9 uur meestal te werken. In Colombia beginnen mensen om 7 uur, om 6 uur. En ik denk dat er een voordeel is met dat. En het is dat je moet vroeger beginnen met werken, maar je kan vroeger thuis komen. Ja? Ja, hetzelfde gebeurt in Irak, waar ik kom van. Vandaan. Wat zeg je? Maar toch, België is een. Wonen in België is zoals een reis rond de wereld. Hier wonen mensen uit verschillende landen. En dat vind ik heel speciaal in België. Je ontmoet mensen, bijvoorbeeld jij. Jij komt uit Colombia en dit is de eerste keer voor mij om een persoon van Colombia te zien. En. Ik wil vragen, wat zijn jouw favoriete plaatsen? Heb je een favoriete plaats in België?
Mijn favoriete plaats in Antwerpen is de Keizerleistraat, want er is veel te doen. Want daar is er veel te doen. Er is een bioscoop. Je hebt een goed uitzicht van het Centraal Station. Er zijn veel restauranten. En dus er is nooit een vervelend seconde. Of niet saai. Ja. De Keizerleistraat is ook mijn favoriete straat in Antwerpen. Het is de eerste straat waar ik in België wandelde. Dus het is speciaal voor mij. Maar mijn lievelingsplaats blijft de Grote Markt in Brussel. Er is altijd iets nieuws wat ik kan ontdekken in de historische gebouwen. En ook in Antwerpen vind ik de kathedraal heel mooi. Flashing back.